Ik ben dus nu bezig met mijn setup neer te zetten, zoals jullie kunnen zien. Hier komt dus mijn setup te staan, best wel episch. Bureau staat ook al. We dachten eerst dat hij het niet zou doen, maar hij deed het wel gewoon. Dus dat is wel goede shit. Echt heel vet. En dan kunnen we eventjes hier zo kijken. En dan kunnen jullie dus ook zien. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ah, het gaat... Ja, zo kunnen jullie het wel mee zien. Dit is dus een beeld. Dat is best wel ziek. Een hele goede morgen iedereen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe vlog. En vandaag is het de grote verhuizingsvlog, zoals ik het ga noemen. Vandaag gaan we dus de grote wisseling maken van mijn spullen op deze kamer naar de twee kamers hierboven. Dus dat wordt wel heel ziek. Ik moet zeggen dat ik er best wel veel zin in heb. Alleen, ik ben best wel een beetje, ja, ik weet niet. Ik heb gisteren zeg maar het coronavaccin gehad. Pfizer. In mijn armpie, dus mijn armpie is een beetje naar. En dan kwam ik gisteren terug. Stoot ik ook nog eens keihard mijn been tegen de punt van mijn bureau aan. Dus mijn been doet ook tering veel pijn. Dit gaat echt goed komen. Ik ga in ieder geval eerst even beginnen met mijn setup hier zo. Het is echt een troep. Even helemaal losmaken. Alles losmaken. Even in. Ah, oh, steek in mijn nek. Kan er ook nog bij. Oh, dit is echt top. Oh, gaat lekker. Gaat lekker. Het is ook nog eens vet vroeg. Echt top. Ik ga in ieder geval eerst even mijn setup helemaal losmaken. In de andere kamer neerzetten. Daarna gaan we mijn hele bed naar boven brengen. Ik ga kijken wat ik kan filmen. Ik heb geen idee. In ieder geval, ik ga dat even lekker doen. En dit gaat echt leuk worden. Ziek, 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 ziek. Ja, ik ga maar even beginnen. Oké mensen, ik ben nu momenteel in de kamer, in de nieuwe streamkamer, zoals ik het noem. En het gaat best wel lekker. Ik ben dus nu bezig met mijn setup neer te zetten, zoals jullie kunnen zien. Hier komt dus mijn setup te staan, best wel episch. Bureau staat ook al. Veripog, lampje staat er. Helemaal nice. Momenteel liggen hier allemaal kabels. Wat een leuk, dat dus. Hier nog meer kabels en zo. Daar nog wat spullen en dingen. Hier staat mijn stoel nu. Dus dat is ook wel nice. Daar consoles. Hier nog consoles. Headset en shit. Ik ben in ieder geval lekker bezig. Een microfoontje hier zo. Ik weet nog niet of ik die zo wil houden. Maar ja, ik ben er dus mee bezig. Dus dat is wel heel nice. Hij staat wel een beetje van de muur af. Zodat mijn softbox erachter past. Voor de rest ga ik nog niet de kabels doen. Dat doe ik lekker later. Dus die gaan zo meteen allemaal op de grond liggen helaas. Maar ja, it is what it is. Ik ga nu in ieder geval eventjes fixen dat alles werkt. Volgens mij, het galmt hier nog wel een beetje. Dus dat is wel een beetje rip. Ik hoop dat dat later een beetje weg is. Maar daar ben ik in ieder geval nu mee bezig. Dus dat is wel... Oh kijk! Ja, nog niet alles staat hier. Er ligt nog wel heel veel op mijn oude kamer. Moet ook nog allemaal een plek krijgen. Dus ik ben nog wel even lekker bezig. Ja, ik ga nu maar even werken aan mijn setup. Oké, ik ben dus best wel lekker bezig, zoals jullie kunnen zien. De PC, of ja, mijn PC, werkt. Dus dat is goed, hij staat aan, alles werkt. Ik moet wel nog even mijn koptelefoon, die moet nog even daaronder met dit dingetje. Maar die moeten we weer even in het bureau boren. Zoals jullie dus ook kunnen zien, heb ik net niet gezegd, maar... Ja, ik heb nu een wit bureau, wat wel episch is, dus dat ziet er wel echt... Heel ziek uit. Softbox werkt ook als het goed is. Ik heb hem in ieder geval in stroom gedaan. Zou ook wel moeten werken. Camera heb ik net aangesloten. Werkt ook allemaal. Dus ja, dat is wel top. Internet werkt ook. Goeie shit. Ik heb momenteel de consoles hieronder staan. Cable management is nog niet gefixt. Dat is wel een ding. Ik ga het gewoon weer op dezelfde manier doen als de vorige keer. Dus door dat ding heen. Dus dat is wel nog een ding. Daar staan de consoles nu ook nog niet aangesloten. Daar liggen de snoeren hier momenteel nog van.
Net zoals de controllers en dingen. Gaat best wel goed. Ja, best wel episch. Uiteindelijk is het dus nog wel de bedoeling dat er hier nog twee planken komen te hangen. En dat ik denk ik daar nog twee planken op hang. Ook al, ja, mijn bureau die staat dus wel van de muur af. Dus dan heb je wel dat de planken wel min 8, ik weet niet. Ik denk in ieder geval daar nog twee planken met de juice dingetjes. En ik dacht misschien ook nog een plank met mijn eigen spulletjes. Dus met de JV beker en zo. Lijkt me wel vet. In ieder geval lekker bezig. Cameraatje hangt ook. Alleen die doet het dus nog niet. Aangezien er zit dus een 10 meter kabel USB verlenger tussen. Die helemaal naar mijn PC toe gaat. Alleen hij maakt dus niet goed. Het zeg maar te lang om connectie te maken. Dus er moet als het goed is daar zo'n hubje tussen. En dat doet hij het. Dat wist ik van tevoren ook al. Dus ja, ik moet nog even een hubje daarvoor bestellen. En die komt dan daar ergens aan de muur te hangen nog. En dan zou hij het als goed moeten doen. Dus dat is episch. En voor de rest, ja, op mijn oude kamer staan nog heel veel spullen die nog overgezet moeten worden naar de kamer hiernaast of deze kamer. Dus daar zijn we ook nog mee bezig. En de lamp hangt trouwens ook. Dus dat is ook een goede shit. Dus ja, lekker bezig hier zo. Oké, momenteel ben ik bezig op mijn slaapkamer. Want mijn bed staat hier dus ook. Er ligt alleen nog allemaal shit op. Dus daar ben ik mee aan het opruimen. Dat ben ik aan het opruimen, zeg maar. Ik ben ook bezig met de Star Wars spullen hier zo. Op de kast, in de kast. Kleding erin en zo. Dus dat is een goede shit. Ik had ook een hele mooie nieuwe klok gekocht. Dus die gaan we ook waarschijnlijk ophangen. We moeten nog even kijken wat we met planken doen. Maar die komen er sowieso wel. Dus dat is wel ziek. Ik ben lekker bezig. Lijpe shit. Kijk, hier zo ben ik lekker bezig met de Star Wars spullen dus. Van beneden mee te nemen naar boven. En dan hier zo dus neer te zetten. Dus dat is wel lekker. Daar zo komen mijn kleren in te liggen. En daar zo ook nog wat spullen. Dus dat is wel ziek. Voor de rest ziet de setup er nu zo uit. Ik had even lekker colaatje. Dus dat is wel goede shit. En voor de rest ben ik nog wel een beetje bezig met de kabels en zo. Dus dat is wel... ja, ik ben lekker bezig. Perfect. Let's go, we gaan weer lekker verder. Oké, ik ben best wel lekker bezig. Dat is best wel lekker. Het gaat echt heel goed hier zo. In de nieuwe, ja, stream studio noem ik het maar. Het is natuurlijk ook de plek waar ik zal gaan gamen, waar ik zal gaan muziek luisteren. Dat heet ook wel een beetje de muziekstudio. Ik heb geen idee hoe ik het ga noemen. Ik vond trouwens wel een leuke naam voor deze plek. En dat is namelijk de Vissenkom. Misschien wel een leuke plek voor, of zeg maar een leuke naam voor deze plek. De Vissenkom. Misschien wel grappig, geen idee. In ieder geval, het gaat dus best wel goed. Er liggen wel nog wat spullen op mijn oude kamer die nog steeds een plek moeten krijgen. Maar ja, we moeten ook nog steeds die planken doen. Daar komt ook nog veel shit op te staan. Maar dat is dan eigenlijk voornamelijk mijn kast die nog vol staat met allemaal meuk. Dus ja, dat zeg maar. Het waait trouwens ook echt fucking hard. Misschien dat ik wel even het raampje dicht kan doen. Dat helpt. Ik heb echt geen idee. Ik doe hem maar eventjes lekker dicht. Ja, dat helpt trouwens wel echt. Met het geluid, zeg maar. Mijn arm doet nog steeds wel een beetje pijn. Mijn knie niet meer. Dus dat is wel goed. Dat is wel lekker. Maar hier gaat het in ieder geval lekker. Best wel goed. Ik ga het maar even laten zien. Als eerst wil ik even zeggen dat de backcam gefixt is. En niet eens met de Logitech C920. Maar met mijn actioncam. Dus dat is wel heel ziek. We dachten eerst dat hij het niet zou doen. Maar hij deed het wel gewoon. Dus dat is wel goede shit. Echt heel vet. En dan kunnen we eventjes hier zo kijken. En dan kunnen jullie dus ook zien. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ah, het gaat... Ja, zo kunnen jullie het wel een beetje zien. Dit is dus een beeld. Het is best wel ziek. Het is best wel ziek. Dan kan ik dit doen en dan zie je dat dus ook. Dat ik mijn hand omhoog doe. Ja, het is echt heel ziek. Vooral voor de streams natuurlijk. En ja, nu is het dus nog wel zo dat de zon heel erg schijnt. Dus het is niet echt heel mooi, maar er komen nog gordijntjes wat wel nice is. Of iets wat dicht kan of zo, geen idee. Maar het ziet, de kwaliteit is zo nice. Ik vind het echt episch. Je ziet echt mijn hele kamer. Je ziet ook de tv die dus daar zo staat. De tv en je ziet zelfs het muziekgedeelte. Het hele bureau staat op de muur. Ja, het is echt heel ziek. Echt heel ziek. Dus dat vind ik wel heel vet. En dan voor de rest, ja, de setup. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? De juicepotten staan nu hier zo. Met de twee flessen. Maar waarschijnlijk komen die op een plank daar zo te staan.
Wat wel ziek is dus. Voor de rest, ja, hieronder niet zo heel erg bijzonder. Dat is nog allemaal kabels. Hier heb ik wel alweer wat dingen neergelegd, dus dat is wel goed. Wel liggen hier nog allemaal kabels, maar dat is voor de consoles die ik nu niet ga aansluiten. Want ik zou het toch niet gaan gebruiken nu. Dus ja, dat eigenlijk. Voor de rest, hier is het, die is aangesloten, die doet het ook gewoon. Dus dat is wel heel episch. En dan, als het goed is, hier zo ligt nu mijn oplader van mijn laptop. Hier zo heb ik wat andere spullen neergelegd voor het opnemen en dat soort dingen. En dan hier zo staat eventjes tijdelijk Wii, Let's Party en de LP's staan hier zo. Dus dat is wel heel ziek. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Het is echt heel vet. Laten we nog even naar de slaapkamer gaan. Daar is nog wel een troep, maar ik kan het wel even laten zien. Ja, dit is hoe het er momenteel uitziet. De Star Wars spullen staan er wel allemaal. Ik heb het fotolijstje ook daar zo neergezet, dus dat is wel episch. Star Wars spullen staan hier allemaal. Schoenen heb ik ook daar zo neergezet. Alleen hier is nog echt een troep. Hier liggen nog allemaal spullen die allemaal nog een plek moeten krijgen. Ook een mooie foto, ook die. Maar er komt dus nog een plank met Kygo spullen en daar komt die dus ook bij. Voor de rest ook nog allemaal ander shit, ook snoep. Ja, nice. Maar ja, dat kunnen we nu dus nog niet fixen. Voor de rest ziet het er hier dus ook goed uit. Dit is dus nu mijn slaapkamer. Vanaf nu hier ga ik dus ook slapen. Dus dat is wel ziek. Voor de rest wil ik daar ook nog twee planken waarschijnlijk op gaan hangen. Twee grijze. En daar komen dan de Funko Pops op waarschijnlijk. Dus dat is wel ziek daar zo. En dan daaronder kan ik dan bijvoorbeeld mijn cameratas neerzetten. En mijn jas ligt daar nog. Ik wil hier ook iets van een kapstok of zo. Misschien op de deur hier zo. Hier zo ergens of daar. Moeten we nog maar zien. Het is best wel een kleine kamer trouwens. Maar ja, zo vaak ben ik hier toch niet. Eigenlijk alleen om te slapen dus. Dit is wel lelijk, maar ja, it is what it is. Misschien dat we die ook nog een keer gaan verven. Maar ja, zoals ik dus net ook al zei. Het is een slaapkamer. Boeien, ik slaap hier toch alleen maar. Ja, dus ja, weet je. Ik wil hier misschien ook nog iets op de muur gaan doen. Iets met posters of zo, maar dat komt later wel. Eerst moet alles maar even een plekje krijgen. Dus daar ben ik nu ook lekker druk mee bezig. Maar ja, het vetste blijft toch wel deze kamer. Want deze kamer is echt heel ziek. Heel ziek. Ik zie mezelf ook weer op de camera natuurlijk. Hier zo boven. Echt, ja, lijpe shit. Echt episch. Er komt uiteindelijk nog een setup tour video. Dus ja, dat is wel ziek. Ik vind het echt ziek dat ik mezelf daar kan zien. Echt like. Ik heb trouwens ook van Stefan cadeautjes gekregen. Voor mijn verjaardag. Dus dat is echt heel lief. Dat is echt heel aardig. En die ga ik dus vanavond op stream openmaken. En ik neem aan dat Stefan er dan ook bij is. Blue Assistant natuurlijk. Dus dat is wel heel ziek. Ja, het is wel alweer een tijdje geleden dat dit geopend is en zo. Want ik neem dit allemaal best wel vroeg op, dus het is alweer een tijdje geleden, maar ja, oké. Op het moment wanneer deze vlog online komt, dan ben ik ook al, ik denk iets van 3 weken 18 of zo, 2 weken, geen idee. Maar op het moment wanneer ik dit film, is het volgens mij 4 of 5 juli, dus dat is wel kek. In ieder geval, ik wil Stefan echt een dikke shout-out geven, echt heel erg bedankt. Ik weet nog niet wat erin zit, maar ja, heel erg bedankt, heel erg lief. Waarschijnlijk zeg ik dat ook wel tijdens de stream vanavond. Dus dat is wel goede shit. In ieder geval, ik doe lekker de deur dicht. Ik ga eventjes klooien met het beeld van de camera zo. Dus ik ga lekker deze camera aansluiten. Ik ga dus ook vanavond live op Twitch. Misschien dat ik tussendoor niet meer film. Want ik ga namelijk deze camera even aansluiten. En even beeld checken en zo. En zie ik jullie vanavond wel weer terug. Dus ja. Ja, ik ga dat even lekker doen. Lekker knippie, woe. Oké, mensen, ik ben klaar met streamen. En ik moet zeggen dat ik enorm genoten heb. De eerste keer streamen in de nieuwe streamkamer. Was heel episch. Dit werkte ook allemaal. Ik heb hier dus, heb ik dat al laten zien eigenlijk? Volgens mij heb ik dat nog niet laten zien. Maar dit is dus wat ik op de tv laat zien, zeg maar. En dat zie je dan dus, zeg maar, vanaf de backcam. Zie je dat? En dit is dan weer gekoppeld dus aan mijn laptop. Dus dat is wel live. Dan zie je de volgers, mijn volgers, de laatste volger, de subs, de laatste sub en de bits en dan de laatste bits. Dus dat is een soort van shout-out bord
naar de kijkertjes natuurlijk. Best wel episch. Maar ik heb enorm genoten. Ik kwam er wel achter dat het echt nog best wel erg galm. Dus de planken moeten er wel nog komen. En dingen op de muur. Maar ja, dat is ook vrij logisch. Want ja, we hebben hier letterlijk een hele kale muur. Hierachter een hele kale muur. Hier een hele kale muur. Maar het komt op zijn tijd. Ik ben er ook achter gekomen dat het nog eigenlijk best wel donker is in de kamer. Misschien heb ik wel nog iets van ledstrips opgehangen. Ik dacht er sowieso nog eentje achter mijn bureau is al vet. Maar misschien dat ik hier nog iets van een ledstrip ophang of zo. Want het is pittig donker als het ja, buiten donker is, zeg maar. Dus daar ga ik ook nog even naar kijken. Maar zoals ik dus net ook al zei in de vlog... Stefan was zo lief geweest om gewoon cadeautjes op te sturen voor mijn verjaardag. En die heb ik ook opengemaakt op stream. Dus dat was heel episch. Hij was namelijk echt heel geflipt. Ik heb gewoon echt een microfoon of een monitor desk arm, zeg maar, monitor arm gekregen. Echt heel lijp. Een fucking nieuwe headset van Corsair. Corsair, ik zeg het de hele tijd verkeerd. In de chat die zei dat ook al. De HS35 Stereo. Echt enorm ziek. En gewoon een nieuwe muismat. Ook van Corsair. Best wel lijp. MM200. Ja, echt heel ziek. Echt heel ziek. Stefan, wat een legend. De mensen kunnen me ook wel kennen als Blue Assassin. Ook vaak onder de video's en in de streams natuurlijk. Echt een hele lijpe gozer. Ik heb het echt al meerdere malen tegen hem gezegd dat ik hem echt heel erg wil bedanken. Maar nu zeg ik het weer. Hey, echt heel erg bedankt. Echt ziek. Echt heel ziek. En dit gaat sowieso mijn setup wel echt veel beter maken. De monitorarm en de muismat spreken eigenlijk wel voor zich. Maar de headset, die ziet er dus zo uit. En het is wel echt een lekkere headset hoor. Die Corsair logo, hier staat Corsair op. Het dempt veel beter, of hoe je dat noemt. Of nee, dat noem je niet dempen, zeg maar. Als ik hem opzet, dan hoor je minder van je omgeving. Mijn oude headset had dat dus veel minder. Bij deze hoor je dat echt. De microfoon zit er niet aan, omdat ik toch mijn andere microfoon heb. Dus die ga ik ook niet gebruiken. Die hoort daar te zitten, die kun je er gewoon in doen. Echt een hele chille headset. Hij zit ook echt heerlijk. Echt episch. En hij is ook blauw trouwens. Mijn andere headset was rood. Dus het is wel eens leuk om te switchen van kleur. Dus dat is wel lachen. Ja, echt enorm ziek. De volgende vlog ga ik mijn monitorarm. Eigenlijk zijn het twee armen. Ga ik vastmaken aan mijn bureau. Die ik dus gekregen heb van Stefan. En gaan we kijken of we het een beetje mooi kunnen zetten. En ga ik dus ook de muismat neerzetten. Dus dat is wel vet, maar dat gaan jullie helaas pas volgende week zien. Voor mij is het morgen, dus dat is wel een goede shit. Maar voor jullie is het helaas volgende week. Maar ik hoop gewoon dat er iets vets uit gaat komen. Zou enorm vet zijn. In ieder geval, ik ga hier wel lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Ik kom natuurlijk belonen met een lekker blauw ruimpje. Dit was de grote verhuizingsvlog. Ja, heel ziek. Ik hoop dat het er een beetje goed uitzag. Want ik heb niet heel veel gefilmd volgens mij. In ieder geval, ik ga het wel zien tijdens het editen. Ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. Binnenkort ook een setup tour, denk ik wel. Ik zal het binnenkort ook wel even beter in de vlogs laten zien. Maar dat komt binnenkort wel een keertje ooit. Ja, ziek. Check in ieder geval nog even mijn Twitch. Linkje staat in de beschrijving. En dan voor de rest wil ik jou dus bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Kun je hem belonen met een lekker blauw ruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe vlog. Hier op dit kanaal te zien. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.